Een van de vliegtuigen van Blue Wing Airlines zal voorlopig aan de grond worden gehouden voor reparatie. Dit vanwege een incident dat zich vanmiddag rond 12 uur heeft voorgedaan. Minister Albert Ubitana van Transport, Communicatie en Toerisme geeft aan dat uit voorlopig onderzoek is gebleken dat het gaat om een mislanding. Hierdoor zijn de achterwielen van het vliegtuig kapot geraakt. 4 personen waren in het vliegtuig, inclusief de piloot, kreeg ik verder mee. Voor de rest heeft CASAS ook contact gemaakt met mij om dit voorval te rapporteren en reeds ook in contact getreden met de PG, waarbij dus er een onderzoek verder zal plaatsvinden. Ik heb gevraagd om een schriftelijke rapportage, dus ik zal het ook hierbij houden, want ik denk over de technische zaken, de details, dat ik liever ook de technische rapportage afwacht, alvorens ik verdere uitspraken kan doen. Blue Wing-directeur Amichan Zhao deelt aan de SCVS-redactie mee dat het incident op de airstrip van Anapaike in het Lawa-gebied heeft plaatsgevonden. Het stemt hem goed dat de piloten en de andere inzittenden ongedeerd zijn gebleven. De piloten naar de stad komen, we zijn hem gaan ophalen met een ander toestel. Maar na de landing was hij op de baan aan het rollen en toen is die gear gecollapsed. En is hij op zijn buik gekomen, als je die foto ziet. Verder is alles goed. Minister Ubitana doet een beroep op de samenleving om kalm te blijven en niet in paniek te raken. Dit is geen nieuws waarop de samenleving zit te wachten, maar alles is al onder controle, verzekert de bewindsman. Ik roep ieder op rustig te blijven. Het is inderdaad een voorval dat vlak voor einde van het jaar, als het zich voordoet, dat voor enige roering zorgt. Maar laten we kalm blijven. Er zijn geen persoonlijke ongelukken, alleen materiële schade. Ik zal verder hierop ingaan wanneer ik dus de schriftelijke rapportage binnen heb.